Het keertseizoen rent op zijn ein en dat betekent dat er van de ijsmedaren in Bitchem de Weron komen. Op het veld is de tarering al een volle gang. De laatste jaren wordt die van ijsmedaren wel op een wat andere wijze organiseren. Wij zien de trend in de keersport algemeen, maar ook bij ons op van ijsmedaren. Dat de bezoekers dat doen al wat waarom. Want met iedereen komt meer van Maas betiert op het stoeltje. De hele dag keersen te zien, dan moet ik wat verdievendage om heen wijzen. En daar hebben we wat voor zwaar om een soort van dwarsfestival te maken met oeralactiviteiten voor bijen, voor ouderen. Je kunt ze gek net bedenken. En op die manier hebben wij de tendens omdraaien in. En zitten wij nou weer in een enorme stijgende lijn, moet je merken daar. Een van de programma-onderdelen die het na is de invulling van de vreed. Mooi 50-plus kaken bij wedstrijd. Onze seniorenleden Albert Nauta en Peter Dijkstra die kwamen bij mij van we willen graag 50-plus partij organiseren. En zo hebben we dat op poorten gezet. Naast de jeugdactiviteiten die er al binnen. En dat rint ik als een gek. Voor mij ben ik al heel veel deelname. En hoe mooi is het nou dat wij nou dit hier de bond hebben om de 50-plus. Dus dat is natuurlijk een mooi toetje voor dit seizoen, of het seizoen voor die man. Maar Jonken, de 50-plussers, stiert ook de jeugdcentraal. Zo binnen de clinics verzwargen door de PC-winners, maar ook dingen boeten de sport. Eens van alles om de jeugd in onrekking komen te litten, maar de keertsport. Ja, er is weer van alles door de jeugdcommissie betocht om zo weer tevreden te houden. Je hebt is ook op een speciale manier nooit veel ta, hè? Ja, we hebben een grote oude Amerikaanse gele squalbus huren wij. En we maken in de trein Warpen, Bidgemolen Engelen, hebben wij haltes maken met telegraven. De band kan van tevoren een kaartje voor de dijkeerpie van een euro of 2 euro. En dan willen ze dan op bepaald tijdstip bij die halte het Warp bijhellen. Dan willen ze hier inhuldigen. En dan mooi ze eigen op de tribune plakken, vinden. En dan komt een soort van openingsceremonie. En dan is voor de meeste banden de dag al slagen. Maar ja, dan moet het nog gebeuren. PC-winner Hans Wassenaar is band on huis bij OKK. Maar of hij na dit seizoen de eind van zijn keerscarrière, een soort budgette sale als vrijwilliger bij de club, weet er nog net. Ik heb altijd wel de intentie gehad dat ik heb een heel grote hel uit het keertsen en dat wil ik graag weer omgaan. En dat kun je tijdens een carrière natuurlijk lang net zo goed als dat je dat na een carrière kan doen. Maar eerlijk gezegd, dat speelt het nog echt net in mijn holle. Tuurlijk gaat het in de toekomst komen. Want op mijn zwanties en die ging keertsen, dat weet ik zeker. Dan zal ik daar ik bij belutsen wijzen. En dan zie je natuurlijk ik als vrijwilliger en daarin wat rondwand, zeker weten.